staan hier in het midden van de Ommeschans. De Ommeschans is begonnen rond 1628. Deze is gebouwd ter bescherming van de bewoners tegen de oprukkende Spanjaarden. Na die tijd zijn er telkens bij nieuwe oorlogsdreigingen weer stukjes bijgebouwd. En uiteindelijk is dan de ster gekomen met vier bastions en ravelijnen daarbij. Voor zover wij weten is er niet gevochten op de Ommeschans. De enige keer dat het hier echt spannend werd was ten tijde van het rampjaar 1672. Bommenberend was in aantocht en de militairen hier op de schans die hoorden dat allemaal aan en die dachten van daar ga ik allemaal niet op wachten. Die zijn eigenlijk massaal gevlucht, weggetrokken hier. En toen bleef de kapitein over met een paar soldaten en die dacht ook daar ga ik ook niet op wachten. Die is hem toen ook weggegaan. Dus Bommenberend kon hier de Ommeschans innemen zonder een slag of stoot. En deze verhaal zeg maar, staat nog steeds bekend als de muitenatie van de Ommeschans. Aan het eind hiervan zien we de kerk, maar ten tijde eind 1700 heeft daar een herberg gestaan. En die herberg was onderdeel van een grote overval hier op de Ommeschans. Er zijn mensen van de patriottenbeweging uit Zwolle en Kampen, die hebben zich verschanst in de herberg. En toen 's avonds de ophaalbrug naar beneden ging, zijn ze snel naar binnen gevlucht. Ze hebben de majoor op de schans gevangen genomen. Hebben ze hem geëist dat hij alle wapens en alle munitie naar hen over zou dragen. Dat heeft een paar dagen geduurd en uiteindelijk hebben ze de hele schans leeggeroofd en allemaal meegenomen naar Kampen. Na een aantal tijd kregen ze toch een beetje wroeging, die mensen, en die klopten toen laat weer aan de deur. En toen kregen ze toch nog een gedeelte terug en dat was dan de brandspuit. Het enige wat nog over is van de verdedigingswerken is de gracht die we daar zien. En dat stukje wat we hier zien, dat is die is later gedempt. Dat hoort ook nog bij de hoofdgracht. Eind 18e eeuw, begin 19e eeuw had de Ommeschans geen militaire functie meer. Hij is toen rond 1822 onderdeel geworden van de Maatschappij van Weldadigheid. Het gebouw heeft daar gestaan. Is vanaf die plek 100 meter en dan zo 100 meter die kant op. Het was destijds het grootste gebouw van Nederland en heeft ongeveer 55.000 gulden gekost. En het water wat we hier zien is nog een restant van de verdedigingsschans en dat heette toen de Binnengracht. Op deze plek heeft de Westpoort gestaan. Het gebouw had vier poorten aan de noordkant, westkant, zuidkant en de oostkant. We staan hier nu bij het pad wat achter het gebouw liep. Het gebouw eindigde daar. Dus dit pad liep dan daarachter. En op deze plek kun je ook nog een restant van de verdedigingsschans zien. Dat is nog een stukje van de vesting. En daar bovenop heeft de strafkolonie gestaan. Ten tijde van de Maatschappij van Weldadigheid kregen de mensen die in Frederiksoord of in Willemsoord niet goed hun best deden. Sommigen kregen straf en die werden vaak verbannen naar de Ommeschans. En die kwamen in eerste instantie hier terecht. Hier stond een gebouw en dat heette dan de strafkolonie. Dus daar wonen de strafkolonisten. Een bijnaam van de strafkolonisten was ook walkolonisten. Typerend is voor de Maatschappij van Weldadigheid tijdperk zijn de mooie lanen, waarvan dit hier een onderdeel van is. Hier rechts stond het vroegere washuis, tezamen met het bleekveld. Achter die bomen staat nog steeds de oorspronkelijke smidshuis. Hierachter op deze plek heeft de mandenmakerij gestaan en daar stond ook de brandspuit klaar. En achter die plek, achter die hooiberg en de rest van de schuren is nog de restant van hoeve nummer 5. Hier achter mij staat de ijskelder uit de tijd van de Maatschappij van Weldadigheid. Hier werd dan de aardappelen en andere soort groenten opgeslagen. Hier achter mij is het gebied wat hoort bij de Ommeschans. Ten tijde van de schanstijd was hier allemaal moeras. Maar in de periode van de Maatschappij van Weldadigheid-tijd is dit allemaal ontgonnen door de bedelaars. De Ommeschans bestond uit 21 boerderijen. Ongeveer 40 hectare groot allemaal. En de bedelaars moesten op deze boerderijen aan het werk. Hier zien wij de restanten van het hoofdgracht en hier links in deze bossen heeft de koffiebaalweverij gestaan.
En een gedeelte van de ravelijn is nog daar te zien, dat ene puntje net achter de kanon. De hoeves nummer 1, 2 en 3 gestaan. Dat was dan ook tevens het begin van het gebied van de Ommeschans. En deze boerderijen zijn neergezet na de ontginning ten tijde van de maatschappij van weldadigheid. Ik heb hier in mijn handen een serie koloniegeld dat gebruikt is in de 19e eeuw. Niet alleen in de bedelaarskolonie Ommeschans, maar ook wat noordelijker in Frederiksoord, Willemsoord en later ook in Veenhuizen. Waarom zijn deze munten zo bijzonder? De eerste drie die u op dit balkje ziet, dat zijn gegoten munten. En dat zijn eigenlijk de enige munten in Nederland die ooit gegoten zijn en dus niet geslagen of geperst. Op de voorzijde duidelijk zichtbaar de letters OS, de afkorting dus van Ommeschans. En op de keerzijde is aangegeven de waarde, in dit geval 5 centen. Ja, dit gaat dus om een aantal... bedelaars die kennelijk zijn ontsnapt. En dit is een schrijven van, 1841. Daar worden de signalementen opgegeven van de ontsnapten. De ene heet Frans Breidenbach en de andere is Gerardus Breidenbach. Kennelijk dus broers of vader en zoon. Maar gezien de leeftijd... 8 jaar verschilt, neem ik aan dat het 2 broers zijn. Dit poststuk, dat is een brief uit 1822, gericht aan de weledele heer B. Kok. En die was secretaris van de subcommissie van de Maatschappij van Weldadigheid, toen gevestigd in Coevorden. En duidelijk is hier een eigen stempel van de Maatschappij van Weldadigheid zichtbaar. Nou, aan de achterzijde van dit poststuk is ook duidelijk zichtbaar dat men daar de stempel gebruikt heeft van de Maatschappij van Weldadigheid als sluitstempel van deze envelop. Nou, het is bekend dat binnen de koloniën een speciaal vervaardigd geld circuleerde. Men heeft dit geld vervaardigd opdat de bedelaars en aanverwante figuren niet met het gewone geld drank en andere dingen zouden aankopen. Alhoewel het achteraf bekend is dat de wachters van de kolonie tegen woekerrentes soms wel het gewone geld binnenbrachten. Waar men dus eventueel sterke drank of iets anders voor kon kopen. Maar we hebben hier dus dan te maken met 2 soorten geld. Binnen de koloniën was het geld van ijzer of koper. En op dat moment waren wij dus, dat moment bedoel ik dus zo vanaf 1818, waren wij dus al 5 jaar koninkrijk en buiten de muren circuleerden dus koninkrijksmunten van respectievelijk de tijd van koning Willem I, 2 en 3. Ja, dit bijzondere, het ziet eruit als een wapen, maar het is dus een waarschijnlijk religieus symbolisch zwaard uit de bronsperiode. Dat is dus een periode die helemaal niets met Ommeschans, hetzij verdedigingswerken of koloniën, te maken heeft. Want we praten hier over een tijd van plusminus 1500 voor Christus, dat dit zwaard gegoten is en om een of andere reden achtergebleven is in de omgeving van de huidige Ommeschans. Het is een uniek, zeldzaam stuk. Helaas is dit niet het origineel. Het is een heel fraai uitgevoerde replica.
Het origineel is helaas ergens in een museum of op een zolder, dat is onbekend, in Duitsland. In deze vitrine liggen vrij recente vondsten die wij in bruikleen hebben van de vereniging Ommerschans. Dat zijn voorwerpen die soms te maken hebben met paardentuig. Sommige zijn de koloniemunten, helaas zwaar geoxideerd doordat ze zoveel jaren in de grond gezeten hebben. Heel bijzonder is het grote zware hoefijzer waar wij van aannemen dat het van het paard is van Bommen Berend, die dat zo in 1672 bij de Ommerschans verloren heeft. En daarnaast liggen nog een aantal gespen, ook van paardentuig afkomstig, wellicht van hetzelfde paard. In deze wat apart uitgevoerde vitrine liggen vier noodmunten. Dat zijn munten die geslagen zijn waarschijnlijk vlak na het beleg van Groningen, waar Bernard van Galen, de prins-bisschop uit Münster, getracht heeft om Groningen plat te bombarderen. Op een gegeven moment was er groot gebrek aan het normale geld. En toen is besloten om noodgeld te produceren in de vorm van vierkante schijfjes met verschillende waarden. Aan de achterzijde zijn ze glad. Als Bommen Berend deed voor Groningen de mis, men deze munten sloeg tot één gedachtenis, anno 1672. In 1839 is een provinciaal blad uitgegeven, waar u hier een aantal kopieën van aantreft. Daar deelt men mede dat in dat jaar er uit de kolonie Ommerschans een tweetal bedelaars, kolonisten zijn ontvlucht, voorzien van stokken die den weg naar Dalfsen hebben ingeslagen. Het komt erop neer of men alles op alles wil zetten om deze gevluchte figuren weer op te pakken en terug te brengen op de Ommerschans. In het mythehuisje van de Ommerschans, in de tijd van de kolonie, hebben er 17 van deze huisjes gestaan. Het was de bedoeling dat de bewakers die in deze huisjes woonden, de kolonisten binnen de Ommerschans hielden. Dit is de dokterswoning van de Ommerschans. De Ommerschans had een eigen ziekenhuis en ook een eigen arts. Ook had de Ommerschans een eigen pastorie voor de dominee. En om de katholieken te kunnen bedienen was er ook een katholieke kerk in de Ommerschans. Die heeft op deze plaats gestaan. De Ommerschans had zo'n 20 tot 22 boerderijen. Daar moesten de bedelaars werken. Het was de bedoeling van de Ommerschans dat ze een zelfvoorzienend geheel waren. Enkele van die boerderijen zijn heden ten dagen nog bewaard gebleven. Hier zien we hoeve nummer 4. En dit is hoeve nummer 11. Dit is een hoeve met een speciaal verhaal. Daar is namelijk een meisje, Sientje Hogeberg, vermoord door een van de kolonisten. Dit is het kruispunt nabij Balkbrug. De Dedemsvaart kruist de Balkbrug en had ook een belangrijke verbinding met de Ommerschans. Want via de Dedemsvaart zijn de nodige bedelaars naar de Ommerschans vervoerd. Dit is de kerk van origine Nederlands hervormde kerk, is gebouwd door de bedelaars in de jaren 1830. Het is ook een tijdje als dubbele kerk gebruikt. Het voorste gedeelte was voor de katholieken en het achterste gedeelte voor de Nederlands hervormden. Dit is de achterkant van de kolonie.
De mensen die daar staan, die staan op de huidige begraafplaats. Nadat de Ommeschans als kolonie weggegaan is, zijn er enkele gebouwen bewaard gebleven. Het ziekenhuis is later dienst gaan doen als schooltje. Naast het schooltje stond een meesterswoning en die staat er heden ten dagen nog steeds. Dit is de mandenmakerij, zoals die in de Ommeschans geweest is. Dit is een schuur die hoorde bij hoeve nummer 5. Heden ten dagen is dat de Veldzichthoeve. Op de achtergrond van deze foto ziet u de woning van de onderdirecteur van de Maatschappij van Weldadigheid voor de kolonie de Ommeschans. Dit is de begraafplaats. Er is een foto genomen in de jaren 50-60 van de vorige eeuw. En dit is een foto genomen op het binnenterrein van de kolonie de Ommeschans. Wat opvalt is dat dat 1 verdieping heeft, terwijl de kolonie begonnen is met 2 verdiepingen. In de jaren 1835 is er een storm geweest in Nederland en in deze contreinen en heeft eigenlijk de eerste verdieping van het gebouw afgewaaid. En ze hebben besloten die niet weer terug op te bouwen. Op de voorkant kunt u hier ook nog heel mooi het huis zien, of het gebouw zien voor de strafkolonisten, de kolonisten op de wal. En dit is de voorkant van het gesticht. De Ommeschans staat al heel erg lang op de kaart. Als je oude kaarten uit 1600 bekijkt, meestal kom je wel een aantekening voor de Ommeschans tegen. In 2011 is er een archeologisch onderzoek geweest in de Ommeschans. Er is ook met metaaldetectoren gezocht en dit zijn wat voorwerpen die daarmee gevonden zijn. Dit is een onderdeel van een signalementskaart. Elke bedelaar die werd opgenomen in de Ommeschans kreeg een signalementskaart waarop precies stond beschreven wat de uiterlijke kenmerken van een bedelaar waren. Dit is een overzichtkaartje van het gebied van de Ommeschans. Het bestond uit ongeveer 700 hectare, allemaal rechte stukken en vlakken. Als je heden ten dagen luchtfoto's van de Ommeschans bekijkt, kan je die contouren nog heel mooi terugzien. Dit is een kaartje van de laatste vorm van de schans die er geweest is. Heden ten dagen floreert de natuur in de Ommeschans. Er is een bijzondere Stinse flora ontstaan. Nadat de kolonie is weggegaan, is er eigenlijk zo'n 100 jaar niets meer gebeurd met de Ommeschans, waardoor de natuur zijn eigen zijn kansen heeft gekregen. Dit is de begraafplaats van de Ommeschans. Er zijn bijna 6000 bedelaars hier begraven. Maar ook medewerkers van de kolonie de Ommeschans zijn hier begraven. Dit zijn bijvoorbeeld graven van de vrouw en 2 van de kinderen van Reinier van Nispen. Reinier van Nispen was een onderdirecteur van de Ommeschans. Maar ook een onderwijzer. En zijn vrouw ligt hier begraven. Sientje Hogeberg ligt hier begraven. Maar ook de Rijksapotheker, die in dienst was van de maatschappij, Leendert Bolle de Bruyne, ziet u hier op de voorgrond zijn grafsteen.
achter de witte kruizen in het bos, daar zijn de bedelaars begraven. De witte kruizen zijn uit een latere periode. Daar heeft het latere veldzicht zijn psychopaten begraven die overleden zijn daar. Dit is het familiegraf Mol. Petrus Mol was een fabrieksbaas in de Ommeschans. Dit graf ligt helemaal achter op de begraafplaats. Waarschijnlijk omdat het een katholiek graf is. Petrus Mol heeft hier 5 van zijn kinderen, zijn vrouw en zijn schoonmoeder in begraven. Dit zijn de witte kruizen van de psychopaten. Die stam, de laatste, is hier begraven rond 1960. Dit is een luchtfoto van de Ommeschans. Daarop kun je de gracht nog heel erg mooi zien. Maar ook de contouren van de landerijen zijn daar nog prachtig op terug te vinden.